mix van zonne- en windenergie is verreweg het verstandigst als je het energienetwerk goed wil benutten. Dat zegt netwerkbeheerder Liander in antwoord op vragen van RN7. Omdat zonnepanelen en windmolens zelden op hetzelfde moment veel stroom leveren, werkt een combinatie ervan het beste, ook om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. In onder meer Druten is het net nu al overbelast. Toch wil die gemeente ook de komende 4 jaar geen windmolens, zo staat in het nieuwe coalitieakkoord.